Medicijntekort is over de volle breedte. Wij volgen het Nederlandse systeem. Dus als er tekorten zijn in Nederland, merken we dat hier ook. Vorig jaar waren er 1514 middelen niet verkrijgbaar in Nederland. Gedurende minimaal 2 weken. Dan beginnen we te tellen. En dat is een stijging van 50% ten opzichte van het jaar ervoor. In 2021 waren er ongeveer 1000 middelen niet te verkrijgen. En inderdaad, het is over de volle breedte. Dus het is niet één soort middelen die niet verkrijgbaar zijn. Hele grote problemen zijn er bijvoorbeeld geweest met anti-epilepsie-medicatie. Dat is natuurlijk cruciale medicatie voor patiënten. En dan is het heel vervelend als die medicatie niet verkrijgbaar is. En bepaalde medicatie kunnen we ook niet zomaar makkelijk switchen naar een ander merk bijvoorbeeld. Dus dat geeft ons vrij veel problemen. We zijn er ook continu bezig om dit soort problemen op te lossen. In Nederland wordt geschat dat een gemiddelde apotheek ongeveer een half FTE, ongeveer 27 uur per week, kwijt is aan het vinden van oplossingen. En het voordeel eigenlijk hier in Bonaire is dat we geen preferentiebeleid hebben, geen voorkeursbeleid. Dat wil zeggen dat in Nederland bepaalt de zorgverzekeraar welk merk een patiënt moet krijgen. Dus als van dat merk er geen voorraad meer is, is het heel lastig om dat te switchen. En gelukkig op Bonaire hebben we zo'n beleid niet. Dus wij als apothekers kunnen bepalen wat voor middel een patiënt krijgt. Dus als dat middel op is, kunnen we heel makkelijk een ander middel daarvoor in de plaats zetten. Andere oplossingen zijn bijvoorbeeld een andere sterkte en dan 2 tabletten geven of een half tabletje. Dat kan niet altijd, maar goed, dat maakt het ook zo lastig en dat maakt dat we er zo lang mee bezig zijn. Een ander voordeel eigenlijk van Bonaire is dat er hele korte lijntjes zijn. Dus we kennen alle artsen hier op het eiland, alle huisartsen, alle specialisten. Die weten natuurlijk ook van dit probleem. Dus we gaan met de artsen en de voorschrijvers in gesprek om een zo goed mogelijk alternatief voor de patiënt te zoeken. Dat lukt eigenlijk altijd. Ik denk dat de meeste patiënten geen probleem hebben. Soms moeten ze inderdaad een week of misschien 2 weken wachten. Maar uiteindelijk hebben we tot nu toe bijna altijd wel een oplossing gevonden. Dan misschien nog even over de oorzaken van het probleem. Die liggen eigenlijk niet in Nederland, die liggen buiten Nederland. En een van de belangrijkste oorzaken is het grondstoftekort. Bijna alle medicatie wordt tegenwoordig gemaakt in India en China. Daar is ontzettend grote concurrentie, dus er zijn er maar een aantal spelers over. En als die problemen krijgen in de aanlevering naar Europa toe, dan merken we dat. En omdat die aanlevering van grondstof tot medicijn die je aan de patiënt kan geven, dat duurt ongeveer een half jaar. Dus als er ergens in dit hele traject een probleem is, dan merken we dat gewoon heel, heel snel. En er zijn dus ook niet heel veel andere fabrikanten die heel snel kunnen inspelen op een tekort van een andere fabrikant. Omdat die zijn er gewoon niet.